Richard Mank, morgen de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Alweer de vierde ontmoeting dit seizoen met de ploeg uit Den Haag. Die heeft geen verrassingen meer voor jou dus? Nee, ja, als we nu niet weten hoe ADO speelt, dan zou het niet zo heel goed zijn. Nee, ja, we hebben twee keer nu tegen ze geoefend. De keer uit daar gespeeld en verloren we met 1-0. Waar we in de eerste helft echt wel... dat ADO de bovenliggende partij waren en dat ik vond dat wij de tweede helft beter deden. Nu de vierde wedstrijd en nu wordt het wel eens tijd dat we die wedstrijd een keer winnend gaan afsluiten. Ja, je kunt wijzen op de laatste thuiswedstrijd hier in het stadion, want die werd door jullie gewonnen. Daarna twee wedstrijden waar je het misschien liever niet meer over hebt. Ja, weet je, het is lastig hè, deze situatie waar we in zitten. Wij voetballen en de rest van Nederland niet. Ik hoop dat iedereen straks weer heel snel weer wel mag gaan voetballen. En dan moet je keuzes maken dat je ook mensen die wat minder vaak spelen, dat je die ook wel eens laat spelen. Twente liet vorige week gewoon iedereen spelen. Heeft Twente al heel veel meer kwaliteit. Ja, en als wij dan met al het respect meiden neerzetten die geen wedstrijdritme hebben en daar wedstrijdritme op moeten doen, ja, dan kunnen uitslagen wel eens een keer iets groter uitpakken. Dus we wisten waar wel het probleem zat. En die meiden hebben nu gelukkig gespeeld. Dus ja, dat is zonde en daar moeten we ook niet te lang meer over terugkijken. Nee, het zegt misschien wel dat je had twee hele snelle goals tegen. Daar leek de ploeg ook wel echt een beetje van in de war te raken. Ja, en goals waar discussie over was. Stond Kalma buiten spel en was het een pingel, was het geen pingel? Dat het een pingel was, was wel duidelijk. Maar dat de scheidsrechter een voordeel geeft en daarna nog een pingel, dat was niet heel duidelijk. En daar waren we wel van slag en dan gaat het heel hard. En dan wordt Twente gretiger. Ja, en dan zie je bij ons wel een beetje dat we niet meer het voor elkaar krijgen om heel compact nog te spelen. Plus we hebben vorige week wat nieuwe dingen geprobeerd in aanloop naar deze wedstrijd. Omdat we toch wel deze wedstrijd heel serieus nemen. Ja, dan is het zonde dat het zo loopt. Ja, wijs je dan vooral op de periode daarvoor? Want juist die periode met die gewonnen wedstrijd en die goede wedstrijd bij Ajax stond het wel heel behoorlijk. Ja, het is grappig. Net vroeg iemand mij, vind je dit nog leuk en blijf je gemotiveerd? Ja, dit motiveert omdat wij het heel vaak alleen maar over echte positieve dingen hebben. En dat motiveert mij ook. En als ik bijvoorbeeld deze week de training zie, ja, dan vliegen de vonken er vanaf. En trainen we gewoon weer goed. Het is zuur dat we toch te vaak wedstrijden verliezen. Maar de instelling en de positiviteit kan ik er bij die meiden eigenlijk nooit iets over beginnen. Dus wij kijken alleen echt naar de positieve punten. Tuurlijk neem ik de minder positieve dingen mee. Maar die positieve dingen, dat is voor mij wel het allerbelangrijkste. Ja, dat zou dan heel mooi zijn als je het ook daadwerkelijk positief kan afsluiten het jaar met een overwinning. Hoe ga je dat bereiken met de ploeg? Ja, kijk, wij hebben de doelstelling gezet dat we deze wedstrijd willen winnen. En als we deze winnen, kunnen we zesde worden. Dan moet PEC wel verliezen. Die spelen tegen Twente. Twente is misschien wel het beste elftal nu op dit moment in Nederland. Dus wij hebben echt als doelstelling dat we 2020 als zesde willen eindigen. Ja, en dat is wel iets, dat zijn die meiden ook van bewust, dat er nu iets valt te halen. Terwijl de andere ploegen tegen hele sterke ploegen spelen. Dus ja, we kunnen misschien wel het seizoen, 2020 hartstikke mooi afsluiten voor ons gevoel. Zo hoog hebben we dan nog nooit gestaan.